Je kijkt weer naar een nieuwe HF Weekly waarin ik je helemaal bijpraat. En dat doe ik nooit alleen, namelijk deze keer met Naas, artiest. Je hebt je eigen boekenclub, je bent schrijver. Er is natuurlijk heel veel te kiezen. Ik zal even het mapje gezellig openmaken. Ja, let's go. Tot wat voel je dan aangetrokken als je dat hele programma ziet? Ja, ik ben best wel van verhalen waarvan ik weet dat ze me gaan laten huilen. Ik hou gewoon heel erg van voelen. Vroeger als kind dan wilde je heel graag naar de Intertoys, want dan kreeg je vlinders in je buik. En als volwassene krijg je die vlinders niet meer in je buik van de Intertoys, maar dan van kunst. Maar wel bij specifieke kunst. En voor mij is dat tegenstrijdige kunst. Dus bijvoorbeeld wanneer het komt tot muziek. Muziek met heel veel harmonie, heel veel dissonantie. Want mijn lichaam begrijpt het dan niet en dan krijg ik vlindertjes. Ja, en ik weet niet, voor mij was de Second Woman. Ik moest eerst heel erg denken aan Marina met dat 24 uur lang iets doen. Hoe doen mensen dat? Hoe hou je dat vol? De actrice, de hoofdpersoon in de voorstelling gaat dus 100 keer dezelfde break-up uitvoeren, maar dan telkens met een andere acteur. En ik vind het interessant om te zien of zij die 100 keer telkens een andere versie van haarzelf gaat zijn. Of zij misschien de ene keer op een vrij gezonde manier het uit zal maken en de andere keer weer helemaal totaal gek niet wordt. Hey, ja. En je had er nog eentje? Oh, niet. 11.000 Saiten. 50 piano's die dan in een ronde cirkel allemaal tegelijkertijd spelen met het publiek in het midden, waardoor het een soort sonisch verhaal wordt eigenlijk. Want het eerste wat ik dacht toen ik dit las, live piano kan je niet harder of zachter zetten. Je kan wel harder of zachter spelen, maar je kan niet harder of zachter zetten. Dus ik vraag me gewoon heel erg af als bezoeker hoe dat dan is. Of dat niet een lijpe overprikkeling gaat worden. Of dat ze het zo goed gecomponeerd hebben dat het allemaal in elkaar verweven wordt. Of dat je gewoon weg wilt rennen en gaat janken omdat het allemaal te luid is. Naast, je had nog een voorstelling. Dan La Mesure d'Impossible. Deze voorstelling is gebaseerd op echte verhalen van hulpverleners in rampgebieden. Mooi om te zien, vooral in deze tijden, maar eigenlijk in alle tijden, want ik kan me niet echt een tijd voorstellen dat er ergens op de wereld niet iets rampzaligs aan de gang was. Vaak wordt er niet echt gedeeld wat er echt aan de hand is qua de mensenlevens en hoe slecht mensen eraan toe zijn, wat er allemaal aangedaan wordt. Ook in een vorm van sociale orde, dat niet iedereen helemaal in paniek raakt en in woede. En het is fijn om te weten dat er dan een voorstelling in een soort veilige omgeving als een theater is gecreëerd waar dit verhaal dan toch naar je toe wordt gebracht zonder dat je het letterlijk hoeft te beleven. En dan creëren we begrip voor elkaar. Nou, Naas, ik denk dat wij samen vlinders gaan krijgen of van de Second Woman. Dankjewel. Okay. Nou, leuk. Ik kijk ernaar uit.